Een prachtige dag vandaag. Kijk eens naar die mooie tekening van de zon. Tijd voor een evaluatie van het voorbije jaar 2020. Dat doe ik elk jaar. Ik schrijf dan in mijn logboek uh, wat ik ga doen in 2021 dus, en wat dan uitgekomen is van mijn verwachtingen in 2020. Ik evalueer dan op die manier. En ik maak een onderscheid tussen, ja, dat is uitgekomen, en ja, dat is niet uitgekomen. En daarmee beoordeel ik niet. Ik ga niet zeggen van dat is fout, dat is slecht, dat is goed. Ik, ben, ik, zeg, ik noem dat verrassingen. En uh, 2020 is een jaar van de verrassingen. Uh, omdat, ja, onder, inderdaad, door die corona, ja goed, uh, is er een mooie verrassing in onze schoot gevallen. Ik kan, ik moet online werken. Uh, dat deed ik al een stuk en nu kan ik vanuit mijn luie stoel mijn werk doen. En meer tijd hebben om te wandelen en thuis iets te doen. En, en, en ook een andere verrassing is dat, ik, uh, dat we verhuisd zijn. Dat zeggen de immobiliënkantoren, dat er zoveel mensen verhuisd zijn. Ja, meer naar de buiten gaan wonen. Meer de, een thuis creëren. Dat hebben Anne en ik en Tanika en Kian gedaan. We zijn in de Vlaamse Ardennen gaan wonen. Dat was eigenlijk vlug geregeld, ook een verrassing. Ook, ook niet verwacht is een mooi project, namelijk mijn, mijn corporate activist. Hè. Dus uh, mensen in organisaties bekwamer maken om een verschil te maken in de systemen. Dat voor de eerste keer er een bedrijf dat programma ingekocht heeft. En dat, dat loopt op dit moment online. Dat is een corporate activist in één bedrijf. Mensen die opgeleid worden om veel. Meer aan change te kunnen doen. Ook een verrassing. Kijk, die verrassingen, dat is een geschenk. Want ik kijk eigenlijk altijd naar ontwikkeling. Ik ben niet bezig met welke intentie heb ik voor volgend jaar, maar wel met de vraag: welke ontwikkeling zou ik graag hebben dat er gebeurt, bij mezelf en in de wereld? Dat is hetgene waar ik naar kijk. En het voorbije jaar is dan ook de ontwikkeling kijken. Niet het probleem of de crisis. Maar zien we nu hier ontwikkeling. En dat is heel moeilijk om te zeggen omdat we er nog volop in zitten. Maar je kunt wel hopen dat er ontwikkeling is in mensen die toch wel een lokaliteit meer bezig zijn. Je kunt hopen dat mensen meer solidair zijn. Je kunt hopen dat de vitale beroepen een mooiere plek krijgen in de samenleving. Je kunt hopen dat het onderwijs in transitie gaat door blended learning te doen. Je kunt hopen dat mensen meer in de natuur gaan wandelen. En ik hoop dat, uh, dat er een kanteling komt in hoe dat, uh, wij als professional bezig zijn, als organisatie bezig zijn. Zijn we meer bewust bezig en het goede vooraan zetten. Het welzijn, uh, de natuur, het ecologische. Een duurzame economie, gaat het doorbreken? Niet echt kantelen, maar het zal wel een duw gekregen hebben. Dat is mijn verwachting voor volgend jaar. En ik zie het wel een beetje aankomen, maar het is nog spannend, want je weet het niet goed. En ik heb ook teruggekeken naar de laatste tien jaar. Want 2020 is het einde van een decennium. En daar kijk ik ook naar ontwikkeling. En welke ontwikkeling zie ik daar? Ja. Even kort geschetst, 2018 was een financiële crisis. En dan zie je in de eerste helft van dat decennium mensen in de angst schieten. En er werd hard gewerkt. Perfectionisme kwam nog sterker naar voren. Mensen werden helemaal niet bewust dat ze iets zouden moeten gaan wijzigen in hun leven. We waren te bang. We werden wel bewust... Dat het systeem dat dan niet oké okay is. Hè? Die economische en politieke systemen, daar scheelt iets mee. En er scheelt ook iets met onze ecologische gehelen. Maar het is langzaam gegroeid in de loop van deze tien jaar dat ik nu kan zeggen tegen mijn deelnemers in cursussen: Ja, wij moeten ons bewust worden van die grotere gehelen en ons leven en werk afstemmen op wat er nodig is in de wereld. Daar krijg ik geen weerstand meer op. In het begin van deze tien jaar wel. Dan zeggen ze, Rudy, Rudy, jij met al je grotere gehele, die zijn wel heel groot hoor. De olifant is uit Afrika, klimaatopwarming, wat kunnen wij daaraan doen? Wel, dat, dat zeggen ze nu niet meer. We zijn ons bewust dat wij het wel gaan moeten doen. We kunnen niet anders. Wie anders? Iedereen zal er moeten iets aan doen. En dat is ook de verwachting voor volgend jaar. Ik wil echt doorpakken op online, zodat ik mij nog veel minder moet verplaatsen, zodat we meer bezig kunnen zijn in de localiteit.